Buys, zakelijk en artistiek leider van Stichting Os Cultureel. Binnenkort komt er een voorstelling en die heet De Vorst van Os. En daarvan voer jij de regie. Hoezo De Vorst van Os? Ja, dat kwam eigenlijk omdat de werkgroep archeologie, die kwam bij ons terecht. En die zeiden, ja, we hebben straks dat jubileumjaar. 50 jaar professioneel archeologisch onderzoek wordt gevierd in Os. Kunnen jullie niet iets doen om dat vorstengraf nog wat meer op te tillen? Om daar nog wat meer de spotlight op te zetten? Kunnen jullie er een theaterproductie omheen maken? Toen zei ik, ik denk het wel, want daar werd ik natuurlijk ook wel meteen warm van. Ja, dan is het nog even zoeken naar de locatie, want het vorstengraf zelf ligt niet ideaal naast de snelweg. En we maken wel dingen op locatie vanuit Os Cultureel. Ja, en toen kwamen we bij deze loods van Vos Logistics en toen dachten we, dit is... Maar hoe kom je daar dan bij? Want je zegt, toen kwamen we bij, maar hoe dan? Nou, dat is een leuk verhaal. We liepen over het vorstengraf met de archeologen en die zeiden, we willen het hier. Want ja, dat bedrijventerrein, dat is natuurlijk jammer dat dat er precies naast ligt, maar goed. En toen dacht ik, industriestad Os, moeten we dan niet juist iets met die bedrijven? Dus we hebben een rondje gedaan langs alle bedrijven. Onze productieleiders langs gegaan om te vragen, willen jullie je terrein openstellen? En Vos Logistics zei eigenlijk vrij snel, kom maar een keer langs. Dus zodoende, en die heeft ons het hele terrein laten zien. En toen ging op een gegeven moment de deur open van deze loods. En toen dachten wij, ja, maar hier willen we iets maken. Te gek. En hadden ze in de gaten dat het zoveel maanden in gebruik zou worden genomen? Nou, daar hebben we een heel goed overleg gedaan. En dat is wel te gek hoe de bedrijven hier in Os dan meewerken. We zeiden, ja, natuurlijk kunnen we ook 3 weken van tevoren pas gaan bouwen. Maar als het wat eerder kan, dan zeiden ze, dat is hartstikke prima. We maken hem leeg en jullie gaan maar aan de slag. Prima. Patrick Leijsman, van beroep ben je vormgever. En je werkt nu samen met Os Cultureel in de voorstelling De Vorst van Os. Ja. Wat is een vormgever en wat doet hij bij De Vorst van Os? Er is natuurlijk een verhaal wat verteld moet worden. En een verhaal dat wordt natuurlijk altijd visueel. Met je ogen dicht kun je naar een verhaal luisteren. En met zo'n ogen open kun je naar een verhaal kijken. En Os Cultureel die heeft mij gevraagd of ik naar het decor wil kijken op deze bijzondere locatie. Van 16 meter hoog. Ik zag trappen. Ja, archeologie is natuurlijk altijd terug in de tijd, is terug naar beneden. Dus ik dacht gelijk al van, ideaal, ik heb trappen. Nou, of we dan iets mee gaan doen in het verhaal en in decor, het is de volgende. Maar dan heb ik al een beginpunt. Hè? Dus de hoogte van de hal, die bepaalt al eigenlijk iets over de vormgeving. Wat is in het kort de inhoud van het verhaal? Nou, er lopen eigenlijk 2 hele mooie lijntjes door elkaar. We hebben aan de ene kant de vondst van het zwaard en de situla. Die hebben we een klein beetje, zijn we daar vrij mee omgegaan. Dus die wordt in het heden wordt die gedaan, die vondst. Ja, en dan vindt natuurlijk heel Os daar iets van. Want er wordt ook gebouwd op dat moment, op die plek. Dus wat gaat er dan voor? Bouwen, meer banen of de geschiedenis, de archeologie? Ja. Dat is aan de hand. Een archeologe en een ondernemer die eigenlijk een beetje tegen elkaar strijden. En ondertussen is die archeologe thuis, heeft ze ook iets kleins aan de hand of iets kleins. Haar dochter, die wil heel graag meer over haar overleden vader te weten komen. Maar de archeologe heeft daar heel veel moeite mee om over haar man te praten. Mm-hmm. Dus spitten in het eigen verleden vindt ze heel lastig. Terwijl spitten in de ijzertijd, dat is haar werk en dat is wat ze het liefste doet. Marion Hendricks. Ja. Jij doet ook mee aan de Vorst van Os. Ja, klopt. Als speler. Ja, inderdaad. Ik speelde een van de hoofdrollen. En dat is de rol van Julie. Julie is archeoloog. En wat ben ik voor iemand? Ik ben een moeder die heel veel ballen omhoog aan het houden is. Hè. Die moet dealen met haar bijna puber dochter. Met situaties op werk, met situaties in het privé. Er komt heel veel op haar af. En ondertussen heeft ze ook nog wel emotioneel het een en ander te verwerken. Dag Tess, jij doet mee aan de Vorst van Os. Hoe kom je daar zo bij?
Ja, mijn moeder had dat gezien. Dus, en ze vroeg zo aan mij, wil je meedoen? Ik zei ja, ja, want ik hou wel van theater. En bevalt het een beetje? Ja. Ja. Vertel eens waarom dat het bevalt. Nou, het is gewoon heel leuk en gezellig en we zijn met heel veel personen. Ja. Dus dat is wel fijn. En wat is je rol? Ik ben Merel en ik speel een kind uit de klas van juf Geertje. Dan vraag ik me af, hoe groot is de hele cast dan? En dan noem ik ook echt iedereen achter de schermen, op het toneel, de muziek, alles. Ja, ja, we zijn ongeveer. Ongeveer, we zijn ongeveer met zo'n 120 mensen. Het is echt soms duizelingwekkend, maar ja, ook te gek. Want je wil dit zo graag met veel Ossenaren doen. Ja. En zowel jong als ouder. De jongste is 7, de oudste is rond de 80. Dus het is echt heel divers. En daarnaast hebben we dus dat koor. We zijn nog dansers, muzici. Ja. Een groot team van vrijwilligers. Ja, ja, professioneel en vrijtijdsspelers. Ja, dat is de standaard combinatie bij ons cultureel. Ja. Dat, er staat nu al een belangrijk deel staat al op. En het is ook heel fijn om nu spelers te zien. Maar nu zie ik ook van wat we de afgelopen weken gewerkt of gebouwd hebben, of dat werkt. Mm. Nou, en ik had ook al gelijk een aantal vragen voor de regie. En na afloop van deze repetitie ga ik met de regie overleg van, goh, wat doen we met licht? Wat doen we, hè? Wat wil je waar? Is het veilig genoeg voor de spelers? Ik heb gehoord dat er 2 casten zijn. En speel je in elke cast? Nee, ik speel alleen in blauw. Alleen in blauw. En dat is dan, hoe vaak speel je dan? Uiteindelijk optreden doe ik 6 keer. 6 keer? Ja. En wat zijn de totaal aantal voorstellingen? Volgens mij 12. Oh ja, dus de helft van de tijd doe je mee. Kun je lekker uitrusten tussentijds? Ja. Heb je veel tekst? Niet superveel, maar genoeg. Ja. 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 En wat voor soort iemand is die Merel? Een blij iemand, gewoon spontaan en ja, dat is een beetje. Dan speel je een beetje jezelf? Ja. 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 Nou, heel erg bedankt en voor straks heel veel toi toi toi. Ja. Er zijn 2 casten en hoor jij dan ook bij allebei de casten? Nou ja, de hoofdrol is dus inderdaad 1 cast en in de andere cast doe ik wel mee, maar daar speel ik eigenlijk een kleinere rol. Maar ik ben er zeker wel bij, ook in de andere cast, ja. Ja. Leuk, dan heb je een paar volle weken, denk ik. Ja, dat maanden. Ja, maanden. Ja, nee, maar ik vind het nogmaals echt heel erg leuk om mee te doen. En ik kijk elke week wel weer uit om mee te gaan staan hier en te oefenen. En, ja. En dan moeten wij allemaal komen kijken, denk ik. We moeten zeker allemaal komen kijken, want het is echt de moeite waard. En dan gaan we nou naar binnen, want het regent. Yes, gaan we doen. Goed. Dankjewel. Doeg. Nou, vertel eens, waar moeten de mensen naar de Vorst van Oost komen? De mensen moeten naar de Vorst van Oost komen omdat het echt een hele vermakelijke avond uit is, of middag uit. Horeca, voorstelling, muziek, een Oost-verhaal. Mensen uit Oost die het gemaakt hebben. Dus het is echt een hele leuke avond uit. Daarom vooral. Ja. Nou, waar kunnen ze kaartjes vinden? Ze kunnen kaartjes kopen op www.oostcultureel.nl. En daar zijn er zijn een aantal voorstellingen nu uitverkocht. Maar we hebben inmiddels meer dan 1000 kaarten verkocht, dus het gaat hard. Dankjewel en gauw weer aan de slag. Graag doen. En toi voor straks. Ja, dankjewel.